druk. Even aan werk geweest, ochtend de computer net klaar. Maar het is even lekker tijd voor een heerlijke sappe bank koffie. Ik heb er zoveel. Ik kijk naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ja, ik zie er niet uit, want ik kom net uit bed gerold. Maar wel super lekker geslapen. Oh, het is gewoon nu al 10 uur geweest, 11 uur zoiets. En ik heb lekker uitgerust een keer. Na lange tijd ben ik een keer lekker uitgerust. Misschien niet goed. Was eigenlijk mijn bedoeling vandaag om vroeg wakker te worden, maar het is nog niet echt lukt. Maar ja. Zit niet anders op. Wat we nu gaan doen is even douchen. Even aankleden. En dan gaan we lekker een leuke dag van maken. Douchen jongens, wat is dat even lekker. Maar wat ik ook ga doen is even aankleden. Dus laten we dat sowieso even doen. In 3, 2, 1. Zo, voilà. Ik ben aangekleed. Heerlijk. En wat we ook gaan doen is even rolgordijnen opengooien natuurlijk. En misschien even met een shot. Dus gaan we dat even doen. Even ramen open, gordijnen opengooien. Dat is ook weer gebeurd. Dat is even lekker. Wat ik ook ga doen is even schoenen aantrekken. Oh, wat gaat een leuke dag vandaag worden. Want voor mij is er vandaag Special Media Award. Maar jullie hebben waarschijnlijk al een beetje al gezien voor vorige video's. Maar voor mij is het nu echt live te zien op YouTube. Wie de winnaar gaat worden van Special Media Award. Ik weet het al 3 dagen van tevoren. Meer dan 3 dagen. Ik wist het al een heel lang tijdje. Maar het is moeilijk om een geheim van te maken. Dus, en Ganja wil ook eten. Dus gaan we even eten geven. Maar tussendoor dat ik al zei, is dat ik echt heel lang geheim moet houden. En dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik heb er wel iets van iets meegenomen natuurlijk van het programma. Dan moest ik nog langer. Maar voor mij is dit mond houden nog niks. En ja, dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat van mij nog niks is. Ja, en hij wil het eentje eten. Die zit hier al helemaal te springen, namelijk. Hé, hey, alsjeblieft jongen. Zo, die heb ook weer eten. En ga ik even in de geval even haren kammen. Terwijl ik nog net uit de badkamer kwam. Slim. Ja, ik ben altijd slim geweest. Af en toe heb ik gedoucht. Het raam af en toe is er nog wel van slagen. En ik zie allemaal heel veel dingen voorbij komen. Ik ben al heel veel aan het delen over Special Media Award. Misschien dat jullie alvast hebben gezien. En dat was de laatste keer van nu toe natuurlijk. Want vanavond is de uitreiking. Vandaag is de allerlaatste dingen die worden gepost natuurlijk van Special Media Award. En dan volgend jaar weer. Ik hoop dat jullie ook naartoe kijken. Hou je vast in de gaten, waarschijnlijk zoals jaar terug, zoals dit jaar, wordt het weer waarschijnlijk inschrijven op 1 september. En wie weet doe jij weer mee, met Special Media Award. Dus hou de website in de gaten, hou de media in de gaten, Instagram. Ik heb hem naar beneden gedaan, maar het is niet handig, want ik moet nog editen. Dus hij moet weer naar beneden, alleen die andere kan wel blijven. Dus vandaar, ja. En wat ik ook ga doen is lekker kerstmuziekje luisteren. Daar heb ik ongelooflijk ook zin in. Ik even aan werk geweest, ochtend de computer net klaar. Maar het is even lekker tijd voor een heerlijke sappe bank koffie. Ik heb er zoveel trek in namelijk. Ik kan er niet op wachten. En heerlijke prachtig weer. En ik had net gordijnen open dicht gedaan, maar ik kan er nou weer open. En één ding moet niet gebeuren, zoals gisteren. Dat ik koffie liet vallen hier op hele aanrecht. Gelukkig is het nou allemaal opgeruimd, staan netjes. Dus dat scheelt. Zo. Het zag er echt niet uit, echt letterlijk niet. Echt te handig voor mij. Ik ga nu even lekker koffie zetten. En lekker broodje eten. Maar wat voor broodje weet ik niet, misschien even lekker tossietje. Ik zie wel, of met kipfilet. Heb ik ook nog gehaald. Misschien dat ik even dat ga nemen. Een van die, ik ga even kijken. En ik vind ineens zo wat frisser te worden. Dus ik ga even kijken hoe de kachel staat. Die staat gewoon aan. Ik denk dat ik deze even dicht doe. Want dan blijft de warmte nog hier zo. En dan gaat kleine warmte, kleine stukjes wat naar buiten.
En het is ongelooflijk niet donker aan het worden. Echt ongelooflijk snel donker gaat, is dat de laatste tijd aan het worden. En Ganja wil eten, maar het is nog geen tijd. Jongen, ik snap dat je eten wil, maar het is nog geen tijd. Maar moet je kijken hoe het donker buiten nu is. Ongelooflijk. Echt donker. Ja, jullie zien zelfs hier zo het lampje aan staan. Wauw. En dan gaan we een beetje klaarmaken voor Special Media Award 2020. 3 jaar geleden. Ik weet nog aan het begin. En wat was ongelooflijke verrassing. Ik ga de beelden echt hoe snel het vooruit is gegaan van dit jaar naar vorig jaar. Het is echt ongelooflijk hard gegaan. En ik kijk even naar de kogel. Het is 24 graden. Oké. Okay. Nou, ik heb 24,5 nu gezet. Eerst was 24 gewoon. 0,0. Nu heb ik even 0,5 gedaan. En ik ga nu dadelijk klaarmaken om lekker te eten. Hé, Ganja? En wat ik ook lekker ga doen is denk ik een box aansluiten. Maar mijn telefoon gaat ook keihard leeg. Snel leeg. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Want ik wil En ik krijg een appje. Wie is dat nou weer? Wie gaat mij appen? Oh, Rick. Want ik had iets gemeld over het kabinet. Daar ga ik ook even op in tegen jullie. Daar is nu zelfs ruzie uitgebroken. En dan vraag ik dan, hoe dan? Maar ja, we gaan het te zien. Ik weet niet of jullie het ook hebben gehoord. Maar het is waarschijnlijk ruzie bij het kabinet. En apart. Ja, ik ga nu weer lekker eten. De pizza zit lekker in de oven. En oh, ik ga langzaam, echt letterlijk langzaam, al helemaal verzitten voor Special Media Award 2020, mensen. Oh, wat gaat de tijd hard. Alweer 2020 en we gaan dit kijken. Om 7:30 zit ik helemaal klaar voor om... Ik heb verkeerd licht aangezet. Zet ik bij mijn licht aan voor mijn bed, terwijl ik deze moet hebben. En dan gaan we daar voorbereiden om helemaal klaar voor te zitten voor Special Media Award 2020 om 7:30. Ik hoop dat jullie ook van genoten hebben of jullie gekeken hebben. Laat het weten in de reactie. Ik ben er benieuwd naar. Maar eerst lekker even pizza eten. Over een kwartiertje is mijn pizza klaar. Dus ik zit te kijken of ik dat ga redden. Denk vast wel. Maar dan gaan we even lekker eten. En dan Special Media Award kijken. Niet alleen. Dan moet ik hem zo ook langs als het goed is. Dus ik ga al kijken of ik wat zie. Maar is het te donker ervoor? Ja, ik vind het wel een beetje te donker ervoor. Maar ik heb ongelooflijk veel zin in om Special Media te kijken 2020. Oh, nu gaat het. Ik ben gewoon zenuwachtig. We gaan weer over hebben. Ik weet dat het niet al raar is. Maar we hebben nog 20 minuten te gaan. Dan gaat het beginnen. Oh, ik heb er nu al zoveel zin in. Ik weet niet waarom. En ik zit op de wacht op mijn moeder die aan zou komen. Maar ik zie er niet, nog niet. Maar ik vermoed één kant wel, maar ik weet ook niet zeker dat er daar is. Want het is zo donker buiten, ongelooflijk donker, dat je kan niet zien of wat kleur van die auto is. Het enige wat je ziet, dat het de witte, rode, oranje auto zijn. Maar groen? Nee. Maar ja, ik ga nog even wachten. Ik ben benieuwd de laatste komt. We hebben nog 20 minuten, dus tijd zat aan de kant. Maar ik heb nog steeds wel de hele tijd aanstaan. En 43 kijkers tot nu toe wat ik zag. En ja, we gaan het zien. Hoeveel kijkers. Het zou heel tof zijn als jullie hebben gekeken. Als jullie niet, check hem even terug. Hier linkje beneden in de beschrijving. Kunnen jullie nu even terugkijken. De Special Media Award 2020. Ja, oh, al 2020 alweer. De 20ste. En derde. Special Media Award is ook mooi. Gewoon bestaat al 20 jaar. En ik wil hierbij Special Media Award, de organisatie, nogmaals, ik heb het voor mij al eerder verteld, allemaal stuk voor stuk bedanken. Joyce wil ik bedanken, Sonja wil ik bedanken, Maaike, Lotte, iedereen die achter de schermen zitten van Special Media Award. Jullie hebben het top gedaan, al heb ik nu niet gekeken hoe het er allemaal uitziet. Maakt niet uit, ik ben super trots op jullie, hoe jullie het allemaal hebben gedaan. Want
Ik had met Sonja wel over gehad. Ik heb een beetje zelf geholpen met de jury's te zoeken. En wat is dat ongelooflijke moeilijke stap om te zetten. Hoe moet mensen te bereiken. En om als jury's bij elkaar te houden. Allemaal te halen, om zo te zeggen. Ongelooflijk niet te doen, het lijkt mij. Ik dacht, weet je, ik ga Sonja ermee helpen. En ik weet nu ervaring, het is nog niet te doen. Ik zit nu een beetje op te letten of moeder aankomt. Die kan overal, kan zo meteen, komen. Maar ik weet niet hoe laat, maar had ze ook niet aangegeven. Ze zei na eten, dus ik zie het wel eigenlijk hoe laat ze komt, maar ik heb er wel ongelooflijk veel zin in. Ongelooflijk, wat heb ik ervan genoten naar die uitzending van Special Media World. Ik hoop dat jullie allemaal ook genoten hebben. Wat kunnen jullie binnenkort verwachten? Ik, dat ik weer een apart video ga maken. Dat ik op ga reageren op Special Media World 2020. Maar, dat gaan we nog even een keer, andere keertje doen. Ik ga nu even lekker de gordijnen dicht doen en lekker met mijn bedje in. Morgen vroeg op natuurlijk. Oh, ik moest vandaag ook al, ik ben nu ook al gelijk helemaal tokenlos. En ik ga lekker mijn bedje in en lekker slapen. Ik ga de hele tijd op mijn media. Ongelooflijk, het is allemaal gedoe. Maar wat ik eerst ga doen is even lekker een bedje induiken. Lekker nu slapen. En wat ik ook ga zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Oh mijn god, ik ga echt lekker met mij vandaag. Ik wil lekker sappig bakkie koffie zetten en er gebeurt dit. Hele ding ligt onder, dus schijnbaar gevallen.